Discovery Channel presenteert de Glenfiddich Challenge 2012. Six men from the lowlands have gathered here today to face each other and themselves, to conquer the Scottish Highlands, both the rocks and the deep. Bram and Marnix, lifetime buddies, on their first outdoor adventure. Nou ja, het is voor het eerst dat wij met z'n tweeën op vakantie gaan, zeg maar. Dus het is fantastisch om een keer met je maten op vakantie te zijn zonder dat er iedereen meegaat. Nou ja, er zijn er nog vier gekken mee. Uitdaging, uitputting, nat worden, kijk ik naar uit. Ik heb zin om te zwemmen, dus ik hoop dat we dat gaan doen. Nano en Jeroen, experienced ex-marines. Ik wil gewoon kikke dingen doen met leuke mensen. Gewoon met z'n tweeën nog eens een keer iets geks doen. We zijn de hele dag met heel veel serieuze dingen bezig, dus ja, dit is een hele leuke uitdaging. Ik hoop dat we gaan raften, klimmen, abseilen, canyonen, maakt niet uit. Jan en Hilke, two young brothers who say they want it all. Vanochtend bij het ochtendschroeven dacht ik, wauw, wat een uitzicht van het meer en de berg en die flardermist, prachtig. Rolverdeling, ik denk niet dat ze die echt hebben, maar ja, het moet dan een begin zijn, maar dat is meer, elk begin is de eerste stap, maar wij doen het dan. En Jan heb ik alles, daar kan je mee door het vuur, door het water, door de regen, door de sneeuw, dat gaan we niet tegenkomen, maar dat gaat heel erg mooi worden met z'n tweeën. Zo'n challenge, ik denk ja, collegialiteit met de rest, dat een goede samenwerking is. Can they prove to themselves that fear is worse than fighting? Drie teams, alle met een totaal verschillende achtergrond, maar één gemeenschappelijk doel. Het overwinnen van hun eigen grenzen en het vervullen van een lang gekoesterde wens. Om met elkaar de elementen te trotseren in een outdoor challenge die alleen in de Schotse hooglanden kan plaats hebben. Ieder team kent zijn eigen uitdagingen. En alle zes deelnemers zullen elkaar moeten ondersteunen, zowel fysiek als mentaal, om als eenheid de Glenfiddich Challenge te kunnen volbrengen. All across Scotland in 4 days. Startend in het westen wordt de eerste uitdaging opgedragen aan Marnix en Bram. Hoogtevrees kan hen in de weg staan op hun eerste gezamenlijke avontuur ver van huis. De tweede challenge behoort toe aan Nano en Jeroen. Die zullen moeten bewijzen of ze net zo ervaren en getraind zijn als ze beweren. De laatste fase waarbij het aankomt op kracht en snelheid is toegesneden op Hielke en Jan. Fantastisch. Wat een uitzicht. Top. Rauw en rotsig en heel veel schapen en vocht over die bergen. Prachtig. Ja, geen regen, een beetje wind. Af en toe een blauw stukje in de lucht. Ik ben tot nu toe heel blij. Seize the day and enjoy the challenge. Ik ben er helemaal klaar voor. De challenge wordt mogelijk gemaakt door Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky.